Het is een iets wat rare combinatie. Een lerares godsdienst die ook kandidaat is voor de Miss Metal-verkiezing. Maar hier is ze, dames en heren, Adinda Vetzuipens. Goedenavond, Adinda. Zet je. Dag, Frida. Hallo. Over 14 dagen is het zover, de Miss Metal-verkiezing. Jij bent een van de finalisten. Ja. Maar leg eens uit voor mijn moeder wat metal is. Metal is nogal agressieve muziek, maar waar volgens mij toch een ziel in zit. Dus jouw moeder zal dat misschien niet zo graag horen, denk ik. Ja. Ken jij metal, Theo? In minder mate. In mindere mate. Ik denk dat hij wel goed zou kunnen headbangen, toch? Pijt dat eens uit. Ja, dus je beweegt eigenlijk. Doe een solo, doe een solo. Ja, voilà. Een nieuwe carrière. Ja. Ja. Is er een naam voor vrouwelijke metalfans? Bah, ik denk metalhead is een overkoepelende term. Dus... Metaleuses of zo, Metal-trezebees, ik weet het niet. En heb je een bijnaam als metalfan? Ik persoonlijk? Ja, jij persoonlijk. Ik noem mezelf Adinda. Dat is indrukwekkend. Ja. Dat vind ik ook. Lien, ben jij liefhebber van het genre? Nee, sorry. Nee, het is niks. Niet zo. Ik hoop niet van soeps. Nee. Ah, ja. Dan moet je naar zo'n stap kijken. Excuseer. Voor wie nog altijd in het duister tast, dit is metal. Ik ben al aan het kijken naar die gast met zijn pinnen op zijn kop. Dat is Slipknot, hè? Maar die doen erom. Die zetten altijd maskers op. Die moeten speciaal doen. Ze noemen dat ook new metal, dus de echte metalfans vinden dat niet oké. Nee? Dat is te wat? Te soft? Of? Oh ja, te new metal. Vindt jij dit oké of is dit voor mietjes? Maar voor mietjes zou ik nu niet zeggen, maar het is niet mijn ding. Nee. Ja. Te veel carnaval misschien. Adinda, moet een Miss Metal ook een bepaalde look hebben? Want ik zie hier zitten met netkousen, dat vind ik niet zo bijzonder. En laarzen. Allee, zijn mooi, hè? Nee. Ik zou het nu nog niet zo direct met metal associëren. Nee, maar ik heb wel een stoer band aan. Hè? Ah, ja. Ik ben vooral in het zwart. Dus ik zie er toch een beetje ruig uit. Frida, ik heb het gezegd tegen een nieuwe carrière. En behalve headbangen moet je nog iets kunnen? Wij moeten goed kunnen praten voor het publiek. Maar zoals jullie weten, wij leerkrachten zijn prachtig goed in het praten voor het publiek. Bovendien moeten we ook nogal een beetje mondig zijn. En ik ben ook niet ook mijn mondje geval. Kunnen grunten, hebben ze mij gezegd. Grunten, snacht Theo? Nu, hè? Thea, grunten, snacht Theo. Maar dat gaat hier niet. Je maakt onder de indruk, hè? Als ik iets moet doen, zou er meer onder de indruk zijn. Ja. Zeg, Adinda, maar je bent metalfan en lerares godsdienst. Ja, ja. Hoe reageren je leerlingen daar dan op? De leerlingen, sommigen weten niet wat godsdienst is. Ze zijn nog een beetje jong natuurlijk. Het is eerst en tweede middelbaar. En degene die metal, wat metal is... Ja, die dat wel. Dat begint te komen, dat beeld. Maar wat metal is, weten sommigen niet. Maar degene die het wel weten, die vinden dat super ruig. Dat hun juf meedoet natuurlijk. Hè. Ja. We hebben gisteren in het jeugdjournaal Karrewiet gezien hoe ze erop reageren. Om af te sluiten gaan we even luisteren naar een liedje dat past bij het thema. Meisjes, haren los, nu! Een boodschap naar mijn inspecteur. Ja. Hè? Is dat daar? Dus dit is in scène gezet. Normaal gezien hebben we de klas volledig onder controle. Maar het is dus zo dat je de blijde boodschap verkondigt in de godsdienstles. In scène gezet, ja. Ah, ja. Oké, dus het is niet alle dagen van dat. Nee. Soms. Op tv. Is dat niet satanisch eigenlijk, metal? Er zijn veel mensen die denken dat metal inderdaad satanisch is. En er zijn inderdaad wel groepen die nogal wat antichristelijke teksten in het rond spuiten. Zo. Maar op zich, de meeste groepen waar ik naar luister, zijn vrij brave teksten. Die zijn meestal op zoek naar een meerwaarde. Naar de meerwaarde. Alleen je verstaat ze niet natuurlijk. Nee, het is een beetje te ingewikkeld. Ja. Maar waarover gaan teksten dan? Bijvoorbeeld de maatschappelijke problemen van de dag, drugsproblematiek en zo. Of dat kan ook gaan over bier. Of over uitgaan en zo. Dus een beetje van alles eigenlijk. Wat is je lievelingsgroep?
één kiezen. Dan zou ik moeten zeggen hypocrisie bijvoorbeeld. Maar ik weet dat ik in de krant gezegd heb Rot in Kruis, dus ik zal het nu nog maar eens vermelden. Rot in Kruis, ja, ik weet het. Ja. Het klinkt fout. En dus Rot in Kruis is ook naar de meerwaarde op zoek. Ja, Wouter, ja. Het zijn ook vooral lekkere mannen. Ah. Ja. En als je zo met zoiets afkomt als Rot in Kruis, wat denkt de directie van het Telegraaf? Normaal vermeld ik daar niet. Verbal is dan een geheim, maar dat stond in de krant opeens en dat ging in de leraarskamer omhoog. Dus nu is het geheim om zeep. Hè. Ik dacht, dan vertel ik het in de laatste show ook maar direct. Hebben de ouders al gereageerd op die Rot in Kruis? Nee, nee, leerlingen wel, maar ja. Ja. De meeste mensen weten ook wel dat je dat een beetje, dat mijn dikke saus overgoten is, zeker die metal scene. Of de meeste mensen weten dat niet en dan weten ze dat nu wel. Dat is dik overdreven ook. Hè. Was er bij jou in de school muziek in de godsdienstles, Theo? Nee. Was nog catechismus leren waarschijnlijk, hè? Ja. We hadden onze boekje en we leerden ons les van buiten. Stijn. Ons meestje groot, maar... Ah, ja. De tijden zijn veranderd, toch? Ja. Op de KU Leuven krijg je ook een vriendje. Niet. Daar hangt je er nog altijd aan. Is het waar? De muziek in de godsdienstles. We hadden like a bridge over troubled water. En moesten jullie dat meezingen? Ja, dat deden we wel. Dat doe ik mijn leerlingen niet aan. En ik zing ook niet voor. Hmm. En zeker niet Rot in Kruis. Zeg Dina, maar ben je gelovig? Ja, ik ben gelovig, ja. Ja? Ja, ja. En bid je ook? Ja, op mijn manier. Hè. Niet tot onze vader bijvoorbeeld, maar ja. Headbangend dan. Headbangend, inderdaad. Ja. Adina, de avond van de verkiezing moet je een speciale act doen. Ja. Wat heeft de Miss Metal van vorig jaar gedaan? Die heeft het, het Onze Vader omgevormd tot een Metal Onze Vader. Dat is moeilijk om daar nog boven te komen, hè? Dat is waar, en vooral aangezien dat godsdienst mijn branche is, ja. En dat ik ook iets ging doen met godsdienst, heeft ze mijn idee gestolen, maar zij was wel eerst natuurlijk. En klopt het dat je binnenkort gaat trouwen? Ja, dat klopt, ja. 20 september. Voor de kerk? Voor de kerk. Met een bruidskleed? Met een braaf, klassiek bruidskleed. Een wit? Wit, maar toch met een beetje zwart, want ik kon het me niet laten. En heb je de muziek al gekozen? Ja. En wat wordt dat? Dat worden metalliedjes, maar wel de rustige de ballades, om de pastoor niet te choqueren. Hij weet het nog niet, maar bij deze, meneer pastoor... We gaan je veel succes wensen met je huwelijk en met de Miss Metal verkiezingen. Hartelijk dank, Adinda Vetstuitens. Goedenavond, ik ben Anne van Elzen en ik kan iets.